Dames en heren, u heeft hem allemaal herkend. We zijn bijzonder trots en verheugd hem hier te mogen verwelkomen. He is an Oscar winner. And as far as I remember, you are the youngest one ever for the best actor. Give him a warm round of applause. We're really proud to have him with us and to share with us. And here again. My own country hasn't given me a star, so yeah. This is very a big honor, so thank you very much. So it's all yours. You wanted to do well, great. Of the Walk of Fame van Oostende and stack for Mr. Adrian Brody. Thank you. One of them. What do you want? This one? You got it.
Moran Athias, welcome in Belgium. How does it feel to become famous abroad, Israel? Well, it's very welcoming. I've received a great honor today with a star on one of your pavements, so that was a beautiful surprise. Thank you so much for having me and inviting me to the festival. You immersed in the role of a gypsy, you lived like a gypsy. How does that feel in Italy? That was an incredible experience because you truly allow yourself to live in someone else's circumstances with great devotion. So I learned a lot, how you don't really need much to survive. It's all... You lived basic. Thank you. Adrian, welcome. How are you? How does it feel to fall in love with a gypsy woman? With a gypsy woman? Oh, it's very dangerous to fall in love with a gypsy woman, yes. Can you tell something about the plot? Well, I can tell you it is about, people who fall in love who have all sorts of, they come to the table with all sorts of their own issues and somehow they complete each other. And, I think the film deals with the complexity of relationships and how difficult it is to love in this world. I've heard you made a movie in Ghent as well now. I'll be making it there, yes, yes. Can you tell a scoop of it? Can you tell something? About Charles V, who's from Ghent. And so we'll be visiting, yes. Yeah. With some... called Emperor. It is a Belgian production. And really is, about the life around that time in history and his inner court and relationships around his life, yes. A lot of Belgian actors are playing with you. Yes, yes, a lot. How does that feel? It's cool, they're cool guys, thanks. Yeah. Goedenavond op het filmfestival van Oostende. Third Person, wat vond u ervan? Een fantastische film. Man. Ja, goede films. Maar ik heb veel goede films hier gezien. Ze. Veel goede filmpjes. Ja. Vertel. Het was aangenaam om meneer Brody te ontmoeten. Hij is heel sympathiek. Ik heb gezegd tegen hem, zo van, hij doet zo een tour om zijn film te verkopen. Maar ik zeg zo van, als je ergens wil uitgaan... dan moet het echt wel in Oostende doen. Maar Oostende is niet normaal om te gaan stappen. Dus ik hoop nu, hij is nu gaan dineren. Ik hoop nu dat hij straks even mee in Oostende uitgaat. Ik hoop het. Met een Oscar-winnaar op stap in Oostende, dat is uw doel? Ja, ja. Maar ja, hij doet ook kakken gelijk de andere mensen die een Oscar-winnaar. Die drinkt ook graag een pint, weet je, denk ik. Ja. Hoe was de reactie van het publiek in de zaal toen ze de film zagen en de acteurs? Ah ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik had een andere job voor het moment. Maar de film heb ik al gezien, maar ik ben nu niet bij de voorstelling geweest. Maar ik denk dat de zaal aan vol zit. En ja, om zo dicht bij een Oscar-winnaar te zitten, dat is inderdaad iets speciaals. Om het even over uzelf te hebben, hoe gaat het met de eigen kweek? Er komt een vervolg, heb ik vernomen. Kunt u iets nader omschrijven? Ah, er komt een vervolg, maar dat draaien we nu april, mei, juni, juli.
Dus dat komt pas volgend jaar oktober uit. Dus moeten mensen wel nog één jaartje geduld hebben. U was enorm populair, dat beseft u toch? Dat besef ik zeker. Ja, ik draag er de gevolgen van. En die zijn? Ja. Mijn leven is helemaal veranderd. Hè. Alle mensen kijken naar mij, maar ik ben al content dat het enkel in Vlaanderen is. Dan denk ik soms aan Justin Bieber, dat is heel de wereld, dat hij nergens kan komen. Als Hollywood naar hier komt, waarom mag Vlaanderen niet naar Hollywood gaan? Ja, dan, en het gebeurt. Hè. Onze meneer Schoenaars, Matthias Schoenaars zit er, dus. Wim Willaert? Ja, on verra.